Het is 8 september 1944. Hier, in het voormalig werkpaleis van de gouverneur-generaal, is een bijzondere bijeenkomst. Indonesië mag op een nog later te bepalen tijdstip onafhankelijk worden. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Ten Noheka yang bermuras hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Ini sudah tiba saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Het bioscoopjournaal toont louter vreugde. Voor kritiek is geen plaats. Alles staat onder Japanse censuur. Geen beelden van de hongersnood die in 1944 heerst op Java. Niets over de Romusha's, de dwangarbeiders die bij duizenden sterven. En toch zijn de beelden niet louter propaganda. Er groeit, zeker bij de Indonesische elite, een nieuw bewustzijn. Dat maakt Hatta, de belangrijkste nationalistische leider na Sukarno, duidelijk. Hij is erbij in het paleis op 8 september. Wie naar zijn toespraken luistert, hoort de onafhankelijkheid eraan komen. En de bereidheid ervoor te vechten. Lebih besar dari penghargaan apapun juga, ialah lepasnya jiwa rakyat Indonesia dari belenggu kerendahan derajat itu sendiri. Sebaliknya, dari didikan Belanda dulu, bala tentara Dai Nippon mendidik orang jadi berani dan tahu akan harga dirinya. Musuh Amerika Inggris. Musuh Belanda. Musuh Amerika Inggris. Musuh Belanda. Musuh-musuh tersebut wajiblah dihancurkan. Pemuda-pemuda bangsa Indonesia sedang melatih diri. We kregen op school exercises, militaire exercises. In de eerste, tweede, derde klas van de SMP, de SMP is de meer uitgebreid lager onderwijs, daar kregen we een militaire training van de Japanners. En hoe was dat? Ja, we vonden dat leuk. Met houten geweren. Ja, de jongens vonden dat leuk. Zelfs de meisjes moesten toen marcheren. Ja? Heb je echt van marcheren toen? Ja.